Ja, Gerrit hier in een lege opnamestudio. Voordat je gaat luisteren naar deze aflevering wil ik je even meegeven. Ik had me niet goed voorbereid, dus ik kom pas op 3/4 van de aflevering erachter dat we het hier hebben over een gratis toeltje. Namelijk www.powerspeedprofile.com, de website van Guido Vroemen en Marco van Bon. Helemaal gratis, dan kun je je vermogensdata uploaden en dan krijg je een mooi profiel eruit. Ik had het niet door. Ik dacht dat we een soort service van Guido zaten te pluggen. Vandaar dat ik de hele tijd zo op de rem trap. Dus, nu je dit weet, gouden tip, mooie website. Ga luisteren waarom. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over sprinter, allrounder of puncheur. Wat voor wielrenner ben jij? Wielrennen is niet alleen maar een stukje hard kunnen trappen, want de koers is grillig. Demarages, klimmen, optrekken naar de bocht en sprinten. Een renner moet van alle markten thuis zijn. Hoe kom je erachter waar jij goed in bent? En hoe train je jouw zwakke plekken? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey Gerrit. Goedemorgen. Zijn we weer. Verse bak koffie, verse podcast. We gaan het over wielrennen hebben en specifiek hoe jij en ik onszelf als wielrenner kunnen verbeteren. Nou, ik kan beter zeggen jij, want je hebt een proefje gedaan, hè? Ik ben, ja, zeker. Wat heb je gedaan? Ja, ik ben bij Guido langs geweest en ik heb zo waar gewoon een vermogensmeter geleend. Aha, Guido Vroemen, onze vaste Zoomer met Vroemen sportarts en topcoach. Het moest er maar eens van komen. Gaan we dus, zo uitgebreid over in gesprek, want we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag, hoe kun je nou weten wat voor soort type renner je bent? Ik ben benieuwd wat jij bent. Ik heb zelf nog geen idee. En hoe je dan specifiek eigenlijk veel gerichter kan gaan trainen. Ja. We baseren ons vooral op wetenschappelijke studies. Nou ja, publicaties van Guido Vroemen zelf. En ook van Marco van Bon. En we gaan straks dus concreet aan Guido vragen wat hij ziet in jouw data. Ja. Maar niet voordat we even een paar leuke reacties in het zonnetje zetten. Zo zag ik tot mijn vreugde een reactie via het platform Vriend van de Show. Mensen die vaak luisteren kennen inmiddels onze slimmer presteren piramide, 7 levels. En op level 6 word je vriend van de show. Dus heel hoog, hè? Veel vermoeite. En daar zagen we Remco. En die reageerde op onze aflevering over slaap en powernaps. En die schreef, ja, het was weer genieten. Nou, dankjewel Remco. Maar ja, de koffie, hè. S'avonds geen bakje meer, dat gaat niet lukken. Drink jij s'avonds koffie? 8:30, 8:30, laatste wel. Ja, hè? Ja. Maar kun je dat, jij doet het dus wel en dan kun je wel gewoon slapen. Ja. Ik heb dus ook gereageerd naar Remco. Ik zei, ja, het zou natuurlijk kunnen dat jij een non-responder bent op cafeïne. Hè? Luister naar onze aflevering over de effecten van cafeïne en je weet het. Ook 2 high fives kun je daar ook doen. Ja, ik zie het. En je kan dus ook doneren. Dus als je denkt, nou, ik luister nu zo vaak. Ik wil dat die gasten nog veel meer gaan doen. Trek even de portemonnee en help ons. Nou, dat klinkt heel sneu. Ook leuk. Ah. Vriend van de show 2. Manolo. Manuel van Tevelen uit de Gebroeders van Tevelen. Die ook schrijft, interessant, met name de ins en outs van de powernap. Daar kunnen we wat mee. Dus ik denk bij de familieweekenden nu. Ja. Vast item op de agenda of niet? Even samen powernappen. Ja. Hey, en wij zijn ook te vinden op Twitter en Instagram. @slimmerpodcast. En toen vond ik het leuk dat Leroy de Visser reageerde op een tweet van Sportinnovator NL. Waarbij ze het hadden over de Eat My Ride app. Oh, die je precies vertelt wanneer je wat moet eten. En Leroy zei, hey, slimmer presteren podcast. Is dit niet een leuk onderwerp? Wellicht. Ja, toch? Ja. Zetten wij op onze redactionele lijst met onderwerpen, zeggen we dan. Dat die hongerklop nooit meer voorbij komt. Ja, nou moeten we dan induiken, uitproberen en wat wetenschap bij zoeken. Dus het kan even duren voordat je hem terug hoort. Maar dank voor de tip.
En als jij nou een leuk onderwerp ziet of een vraag hebt, stuur hem vooral in, want dan kunnen we die op de lijst zetten. En deze Joost Smaardijk doet dat ook. Die mailde ons via post@slimmerpodcast.nl. Die schrijft: de afgelopen jaren zag ik regelmatig advertenties langskomen voor een ademhalingstrainer. Zelf heb ik er ook een aangeschaft. Ongevoelig voor reclame ben ik in ieder geval niet. Maar de grote vraag is, werkt het ook echt? En werkt het ook echt op de lange termijn? En zeker nu rond corona zie je de advertenties weer opduiken. Want het is niet alleen goed voor de sportende mens, maar ook voor een corona herstellende mens. Mijn vraag is het nou een feit of fabel? Kunnen jullie duiding brengen? Nou, ja. Dit is wel een kolfje naar ons hands, toch? Ademhalingstraining, is dat een... Ja, dat is een apparaatje, ik heb het ook gezien. Oh, je hebt een persoon live gewoon, een trainer die ja, heet... Ja, precies. Nee, ja. Is een apparaat. Dus ik zeg, die gooien we ook maar eens even op de lijst. Gaan we testen, toch? Ja. Dus bij deze een oproep. Leuk. Heb jij ervaringen met een ademhalingstrainer? Reageer, want dan kunnen we dat meenemen in onze voorbereiding op die aflevering. Maar nu, terug naar de aflevering van vandaag. Wat voor type wielrenner ben jij? Eerste vraag is altijd, Jurgen, waarom? Wat was de aanleiding dat jij hierin wilde duiken? Nou, we moesten eens weer wat proefjes doen, zei je altijd zelf. Ja, vinden we leuk. Dat was ons idee. En die vermogensmeter, die zat toch wel te trekken aan mij. Hè? Ik bedoel, dan zie je bij de Tour en de Giro komen de vermogens langs, et cetera. Nou, Guido zit natuurlijk elke keer een beetje te pushen. Ja. Ik denk, en ik had een stuk gelezen in Sportgericht, twee artikelen van Guido met Marco van Bon. Dat is familie van Leon, de broer. Ja. Ook een wielercoach. En die hebben een prestatiemodel voor het wielrennen ontwikkeld. En eigenlijk is dat, daar heb je een vermogensmeter voor nodig om te typeren wat voor wielrenner iemand is. Maar Jurgen, toch dat wilde ik wel eens weten. Pikant. Ik bedoel, ik denk al die vrienden van de show en alle mensen op level 4, 5 en 6 in de slimme piramide, die weten dit. Maar ja, mensen die deze podcast voor het eerst zien of luisteren. Aflevering 1, vlogen wij er met gestrekt been in. Dat was aflevering 1, dat is zo lang geleden. Hè? Als amateur wielrenner een vermogensmeter nodig? Nee, riep ja, wij toen maar dat was voor. Meer van tijdens het koers of tijdens het trainen was onze conclusie. Ga op je gevoel af. Ja, dat klopt. Nou ja, ik kan ook van mening veranderen. Aha, knieval. Jaap van der Ende zal blij zijn. Dus jij dacht... Zelfs ik als amateur wil weten wat voor wiel. Dus ik heb Guido geappt van... heb je niet een vermogensmeter voor me? Ja, dat doet hij dan in de vorm van een achterwiel. En ik ben er bij hem langs gereden in Stoutenburg. Of all places, prachtig. En stond het wiel al klaar, gemonteerd. Dus dit was een vermogensmeter in het wiel? Ja, want het kan in de achternaaf, precies. Dus jij steekt dat wiel in? Ja, toen waarschuwde hij al van... Ja, dat is altijd lastig, hè. Een andere ketting op een ander pion. Dus die kan wel eens overslaan. Dus ik heb wel wat kanttekeningen geplaatst. Nee, maar het gaat erom dat ze bij het typeren van de renner... wil je weten... dan kijk je eigenlijk van... wat de kritieke periode in de koers... die zijn... ja, iemand moet toch wel mee kunnen gaan met een demareren. Met een demarrage. Snelle, korte, explosieve inspanning. Je moet explosief zijn. Aan de andere kant moet je het ook best wel lang kunnen volhouden... je gaat kijken naar hoe explosief is iemand en hoe goed is hij in de duurvermogen. En wat ze dan doen, ze meten eigenlijk het vermogen bij verschillende tijdsperiodes. Nou, ik heb gedaan 15 seconden, 30 seconden, 1 minuut, 4 minuten en 20 minuten. Even, ik heb gedaan, jij gaat op pad met die fiets en precies. Dan krijg je een soort trainingsprotocolletje of zo. Ja, die kun je vinden op hun website. Die zit in de show notes, dat staat netjes uitgelegd. En eigenlijk moet je daar 2 dagen wel over doen. Okay. Omdat op het moment dat jij al eerst die korte die sprintjes gaat doen, ja, dan heb je al wat kruid verschoten. Ja. Ja, dat zat er bij mij allemaal niet in. Is niet zo goed in dit één is een rit, beetje, al die testjes. Ja. Beetje de snelle versie. Dus ik ben gaan fietsen. En ik heb rustig even warming-upje gedaan. En natuurlijk leuk, want je hebt een metertje voor je. En dan kan je gewoon volgen. En dan zie je ineens... Ik denk echt dat wij nu luisteren. En nieuw... denken, ja, sukkel. Dat wist ik bij aflevering 1 ook al. Een nieuw getal erbij. Wel, ja, ik had wel continue angst. Want ik kreeg al na 5 minuten de melding. Let op, de batterij is bijna op. Shit, ja. Ik wou al omdraaien. Nieuwe problemen. Maar goed, nee. Maar uiteindelijk had ik voor mezelf bedacht. Oké, ik ga een beetje rond de Ruitenberg. Zei Guido, dan moet je maar die 1 minuut sprint doen. Ik heb dus daar een paar keer een 15 seconden gedaan. Want dan kreeg ik dat die ketting steeds oversloeg. Oh. Dus daar heb je het al. Hmm.
Nou, 30 seconden, 1 minuut, 4 minuten en 20 minuten. En het was wel een zaterdag waar ook veel boeren erop uit trokken. En, de Ruitenberg. Nou, dat was een stukje bij Langbroek met name. Want dat ging voor de 20 minuten test. Dus dan zat ik weer achter zo'n tractor aan. Dat wil je niet, want dan gaat je vermogen. Ja, dat weer, zie je wel duidelijk, hè, als je ergens in de luwte zit of omlaag. Ben je aan het voorsorteren nu op ja, toch wel een beetje. Data? En het is een winterperiode, et cetera. Slecht getraind, nou ja, ketting niet gesmeerd. Ik heb dat wiel weer ingeleefd. Guido heeft de data uitgelezen. Ja. En je raadt nooit wat hij mij appte. Wat voor wielrenner ben jij, Jurgen? Ja, jij bent eigenlijk geen wielrenner. Oké, daar moest ik mee doen. En daar gaan we het maar eens met hem over hebben. Jouw zwakke plek? Het is gewoon één zwakke plek. Zo interpreteert hij dat. Maar ik heb inmiddels toch al wat beter gekeken naar de getallen. Je hebt hier voor je, voor onze luisteraars, een boekje liggen. Wat is dit? Ja, dit is eigenlijk zoals het in de sportgericht ook staat. Ja. Op de website van hun vul jij jouw waardes in. En dan krijg jij je performance index in de vorm van een soort spinnenweb te zien. Ja. Zie je? Het is een heel klein grafiekje inderdaad. En dan heb je het al. Het is een heel klein spinnenwebje bij mij, hè? En dit zijn de grafieken in het sportgericht. Die zijn een stuk groter. Hele grote vlekken. Nou, als jij alles goed kunt, dan vul je eigenlijk dat hele spinnenweb. Ja. En toch zie ik wel, als je goed ziet, kijk wat voor type renner ik ben, is toch wel duidelijk deze vorm, hè? Ja, jij wijst nu even voor onze kijkers in YouTube, die zien dit trouwens ook niet. Dus jij wijst naar rechtsonder, maakt niet uit, dan krijgen we het toch niet. Vertel maar voor luisteraars op podcast, duidelijk, audioproduct dit, hè? Type klimmer. Jij bent een klimmer? Ja. Duidelijk, vind je? Zeker, duidelijk. Ja. Vanuit de vorm ben ik een klimmer. Er kan misschien nog wel wat gewonnen worden. Ja. Ik bedoel, dus ik kan wel wat meer vullen van het spinnenweb. Ja. Nee, eigenlijk is het idee, zij hebben een berekening gemaakt van wat nou absolute toppers, daar heb je het al, hè? Ja. Jonge kerels, ja. Met een bepaalde lengte, gewicht, et cetera, hebben ze eigenlijk berekend van wat die voor vermogen moeten leveren of zullen leveren, waardoor ze een toprenner zijn. Mm-hmm. En dan relateren ze jouw vermogen aan de prestatie van hun. En dat geeft een performance index. Dus in een aantal... Nou ja, we kunnen wel even simpel. Voor het meeste zat ik onder de helft van wat die toppers presteren. Behalve voor. Je bent toch ook amateur? Voor mijn 4 en mijn 20 minuten test, dan zat ik ongeveer op 50% van de toppers. Mm-hmm. En ik zei ook tegen Guido: ja, hallo, 52 jaar, ik ben maar 65 kilo. Nou ja, hij deed dat af van, ja, nou, daar ga ik allemaal niet voor corrigeren. Het is gewoon wel duidelijk zo. Ik ben toch even één zijstap. Ik ben wel een beetje ziek van, merk ik, dat je mij niet gebeld hebt om even mee te testen. Ja, eigenlijk was het ook, ik wilde het eerst voor mezelf weten. Willen leggen. Ik wilde het eerst voor mezelf weten en toen dacht ik, nou, dan volgende keer mag jij doe dit het samen. Ook, ja, dan weet je wel wat er komt. Ja, ja oké. Nou, ik moet zeggen, ik heb er ook weinig tijd voor, maar ik precies. Wil wel een keer. Ja, leuk. Oké, hey, zullen we dan gelijk maar gewoon Guido erbij gaan halen en dit verder gaan duiden? Ja. En ik vind het ook belangrijk voor mensen die ons nu voor het eerst keer zien of luisteren. Wij willen met de Slimme Presteren podcast ook adverteerders trekken, want dat helpt ons om dit imperium verder uit te brouwen en te blijven maken. Maar heel expliciet, Guido Vroemen is geen adverteerder. En ook dit Speed Power Profile van Verbond niet. We benaderen dit omdat we het echt willen weten. En als je nou ergens vindt dat we te promotioneel zijn en niet kritisch genoeg, let us know in de comments, want dat is niet de bedoeling. Dit is objectieve waarheidsvinding. Laten we gaan zoomen met Vroemen. Doen we. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. 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 Jij hebt een proefpersoon bij jou langs gekregen. Die zit hier naast mij op de bank om een power speed profile af te nemen. Hier is hij. Ja. Hij is zich al een beetje aan het indekken geweest over hoe die test allemaal niet helemaal goed was. En het was maar alles in één keer. Maar wat trof je aan? Ja, er kwam bij mij een jongeman die heel veel, weet je, hoop had dat hij nog wat zou kunnen bereiken in een wielrensport. Ik zeg, nou, dat is leuk, prima. We kunnen in ieder geval kijken of je prestatieprofiel overeenkomt met wat jij in je hoofd hebt. Ja.
Dus dan hebben we een power profile test gedaan. Ja. En dat heeft meer, hè, dat is een profiel maken van verschillende tijdsduren. En dan moet je zo hard mogelijk fietsen. Ja. Oh, dat moest ik doen. Ja, schrijf uit. Ja, maar moet ik met al die tractoren die voor me gaan hangen en zo, hè? Ja. Okay. Je moet alles afzetten. Alles afzetten. Hé, hey, maar toch even naar de baan. Want dit vertelde Jurgen net. Hij heeft ook al even zijn grafiek laten zien. Waaruit eigenlijk te zien is dat hij gewoon geen wielrenner is. Nou, ik vind het toch het profiel. Het is allemaal wat klein, dat klopt. Maar ik ben toch een beetje een tijdrijder, zag ik. Nee, klimmer zei je net tegen mij. Oh ja, klimmer. Ja, sorry. Klimmer, tijdrijder. Nou, klimmer, ja, allebei. Een beetje in die hoek. Het zit een beetje in die hoek, inderdaad. Ja. Maar je krijgt dan een beetje, hè, als je een spinnenweb hebt. Dat kan heel groot naar buiten toe. Maar ja, op een gegeven moment, als het allemaal in het midden zit, ja, dan ben je inderdaad wel, dan kun je inderdaad wel kijken van, ik ben toch wel een beetje meer tijdrijder klimmer. Ja, het spinnetje moet nog groeien. Maar ik vind nog één leuk ding, ja, los van de waarde. Kijk, als jij toch, je hebt er ook een voorspelde snelheid bij gezet, hè, aan de hand van dus. En dan zag ik dat voor mijn 60 minuten effort op een time trial bike, ik een gemiddelde snelheid van 38,9 zo kan halen. Dat is nog net geen punthelm, weet ik uit de vorige aflevering. Kijk, toen ik dat las, dacht ik, ja, maar dit is gewoon fantastisch. Ik bedoel, dit wil je toch? Daar doe jij het voor. Nou, zeker. Dus potentieel kan ik dat. Mits natuurlijk time trial bike en een goede houding, aerodynamica, et cetera. Maar in potentie is dit te halen. Nou, ik ben tevreden. In ons profiel gaan we uit van jouw lengte gewicht en dan wordt een berekening gemaakt van jouw, jouw aerodynamische positie op de fiets. En dan kunnen we uitgaande van die berekening en een beetje redelijk goede omstandigheden, hè, van buiten, kunnen we berekenen van, dan kun je zo hard fietsen. Ja. Hey, en Guido, Nu heeft Jurgen deze test gedaan. Hoe helpt hem dit nou om een betere amateurfietser te worden? Wat is nou de volgende stap als je dit inzicht hebt? Je hebt dan een inzicht van waar zitten jouw sterke punten, zwakke punten. En dan heb je ook een doel voor jezelf van wat wil ik eigenlijk gaan doen? Wil ik hele lange afstanden gaan rijden of wil ik juist heel kort en heel hard? Ja, dan weet je wat daarbij past en dan moet je bepaalde accenten gaan leggen van dat stukje in het profiel moet dus beter worden. Ja. Je kunt ook zeggen, eigenlijk wil ik gewoon alles beter worden. Dan moet dat spinnenweb, zoals het heel allemaal in het midden zit, dat moet groeien. Je moet grotere oppervlakte krijgen. Ja, want dat is wel interessant, vind ik ook in dat stuk wat jullie geschreven hebben. Ja, je karakteriseert eigenlijk, hè, de puncheur, meer voor de Waalse klassiekers of de Vlaamse klassiekers, de typische tijdrijder en de sprinter. Lukt het? Ja, ik bedoel, het lijkt net of je moet dus bijna keuzes maken op dat topniveau. Dat zie je ook bij die profs natuurlijk. Je kan niet alles, dat spinnenweb, helemaal gevuld krijgen. Hè? Nee, dus want het spinnenweb gaat eigenlijk vanaf 5 seconden max, hè, dus heel explosief, naar een uur lang tijdrijden. Ja. Dat zit niet allemaal in één persoon overal top. Nee, dat bestaat niet. Mm-hmm. Ja. Maar de vraag dan als amateur, is dan alles maakbaar? In hoeverre heb ik gewoon een bepaalde aanleg voor iets? Of kan ik inderdaad echt zeggen, hey, mijn spinnenweb op poot 3 wil ik opvoeren, dus ik ga mijn training helemaal daarop toeleggen en dan word ik van een sprinter een tijdrijder of een klimmer? Nou, niet alles is maakbaar. Tot op zekere hoogte kun je wel verbeteren. Maar er zitten met name in de korte tijdsduren, hè, dus de explosieve stukken, dat is wel heel afhankelijk van je aanleg. Mm-hmm. Als je weinig snelle spiervezels hebt, dan ga je daar nooit heel goed in zijn. Nee. Andersom kun je wel, zeg maar, je uithoudingsvermogen, je aerobe motor, die kun je wel makkelijker en beter sterker maken. Maar ook daar geldt, daar zit ook aanleg, is daar heel belangrijk. Dus ja, je ouders zijn toch wel heel belangrijk hierin. Kijk, blame mijn ouders, ja. Ja, blame je ouders. Maar dan zit ik toch even te zoeken, Guido, naar de meerwaarde
van zo'n profiel aanleggen. Hè? Van, maar misschien komen we daar wel. Als ik jou eerst vraag, wat was de aanleiding voor jou? En moet even goed zeggen, Marco van Bon, om dit zo te gaan beschrijven en vast te leggen. Ik heb met Marco hebben we het daarover gehad. En er was eerst eigenlijk een klassiek power profile van Hunter Allen en Andrew Coggan. En daar kijken ze puur naar 5 seconden, 1 minuut, 5 minuten, 20 minuten. Oh, en die vertalen ze eigenlijk naar 60 minuten. En dat wordt puur gekeken naar vermogen. Alleen maar vermogen wordt er geteld. En wij hebben het power speed profile genoemd. Okay. Want snelheid is natuurlijk belangrijk. En we hebben het over wielrennen. Ja. Want stel, je bent een hele goede wielrenner en je gaat vergelijken met mensen die veel wedstrijden winnen. Noem maar in de sprint. André Greipel, grote kerel. Veel vermogen, kan echt enorme wattages trappen. Zet daar tegenover Caleb Ewan, klein manneke. Dus misschien de helft van André Greipel. Maar die wint wel van hem. Ja. Waarom? En niet omdat hij meer vermogen trapt. Ook niet meer per kilogram. Maar hij is, doordat hij heel klein is, is dus de CDA-waarde, dus die aero-positie, zeker als je 60, 70 kilometer per uur aan het sprinten bent, is heel belangrijk. Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamische profiel belangrijk ook is. Dus dat hebben we daarin meegenomen. Dus je kunt daar, je mist eigenlijk vaak in de jeugd en in de opleiding, mis je wielrenners als je zeg maar met het ouderwetse protocol alleen maar naar vermogen gaat kijken. Ah. Dan winnen de grootste mannen, vrouwen, winnen daar altijd van. En die worden geselecteerd. Ja. En dat is niet eerlijk. Het is ook niet, weet je, het is ook niet eerlijk. Tuurlijk, het allemaal, het is topsport is sowieso niet eerlijk. Maar, nee, maar in die fase zit er niet, natuurlijk nog heel veel verschil fysiek. Ja, je verliest namelijk sommige jongens of meiden, laat je links liggen, terwijl die eigenlijk heel veel potentie nog hebben. Ja. Die zijn echt ook retensnel, alleen ze trappen dan in testen bijvoorbeeld, als ze binnen op een ergometer zouden moeten testen, dan denk ik, ja, het is het net niet. Hmm. Hè? Maar ja, ze halen wel hele hoge snelheden. Ze accelereren heel snel, ze zijn licht, ze hebben weinig luchtweerstand. Dus dat is een completer profiel daardoor, waardoor je eigenlijk meer ook talenten daaruit kunt halen die je anders kwijtraakt. Ja. Dus dat is eigenlijk de aanleiding en de reden waarom jullie dit profiel hebben ontwikkeld, waarin je dus zegt, we kijken ook expliciet naar die combinatie van hoe zet ik vermogen om naar snelheid. En dan nemen we dus ook inderdaad aerodynamica en al die andere dingen mee. Ja, en dat was mijn voordeel, dat dus de beoogde snelheid, omdat ik vrij licht ben, dat je uiteindelijk zegt, zelfs met dat relatief niet echt heel hoge vermogen wat ik trap, dat ik dan toch best in de buurt van 40 kilometer per uur kan komen, mits ik natuurlijk me helemaal netjes oprop op zo'n tijdritfiets. Ja. Dus is dan eigenlijk hier de grote les, Guido, en die is dan deels wellicht voor talentenspotters en scouts en toptrainers, maar ik zoek dan ook even naar amateurs, is dat er misschien wel te veel focus op vermogen ligt? En dat je dus eigenlijk... Vertel. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Vermogen is natuurlijk wel de aandrijfmotor. Ja. Maar het is niet alles. Je kunt niet alleen maar daarnaar kijken, want dan mis je gewoon andere talenten. Goede renners, omdat je niet kijkt naar hoe iemand op zijn fiets zit. En dat is een remmende factor. Ja. De voortstuwende factor is die power die je kunt leveren. En als je dan iets minder power levert, maar je hebt ook heel weinig remmende factoren, dan ga je nog steeds heel hard. Ja. En we kijken bij de finish niet naar vermogen wat iemand getrapt heeft, maar gewoon wie het eerst over die finish is. Die heeft de hoogste snelheid gehaald dan. Dus dan zeg je dan eigenlijk dat het power speed profile, zoals jullie dat hebben ontwikkeld en aanbieden in deze, of analyseren in deze, is eigenlijk een manier om renners nog eenduidiger met elkaar te kunnen vergelijken. Is dat eigenlijk het doel? Ja. Exact. Ja. En als ik dat dan vertaal naar mijzelf als amateur of Jurgen, dan is de toepassing dus beperkt. Anders dan, het kan mij helpen om, als jij mijn coach wordt, samen met elkaar vast te stellen, waar moeten we accenten gaan leggen?
Ja, en ook, we hebben ook nog een splitsing gemaakt in bergop en vlak. Okay. En dat zie je in die tijdrit. Dus als iemand wat lichter is, die heeft natuurlijk veel meer mogelijkheden. En die is relatief ten opzichte van anderen die hetzelfde vermogen trappen. In bepaalde klimtijdritten, koersen, is die beter dan anderen. En we hebben daar ook gekeken naar, nou ja, hoe ziet een Waalse klassieker, die andere klassiekers met korte klimmen, die Limburgse klassiekers zoals de Amstel Gold Race, die zijn veel korter en feller. Ja. En de andere, die hebben gewoon langere klimmen. En dat is een beetje het verschil tussen die de kritieke periode, zoals we dat hebben genoemd. Ja. En daar wordt namelijk een wedstrijd op beslist. Ja. Hoe hard kan iemand bijvoorbeeld een bepaalde klim in die 2 minuten duurt, hoe hard kan hij die oprijden? Ja, ja, nee, dat vind ik ook mooi. Dus ik noemde al die tijdrit, maar je ziet ook 60 minuten bij een 8% klim. Ja, en dat zijn echt de klimmen in de Tour. Ik ben blij dat ik niet onder de 10 km per uur ga vallen bijvoorbeeld. Kijk, maar nog even aanvullend. Ja, kijk, de site is gewoon vrij toegankelijk. Dat is het mooie eraan. Ja. Ik heb nu gemerkt, je kan gewoon in het veld, mits je een vermogensmeter hebt. Dag. En een tractorvrije dag. Kan je dit prima? Ik denk de recreant die echt wat beter wil worden, die moet dit gewoon herhalen. Gewoon voor zichzelf uitzoeken van hetzelfde parcours, misschien met dezelfde omstandigheden. Dat hij weet van, hier, op deze manier kan ik goed deze testen doen. Nou, en dan vul je het in en vergelijk je het met de vorige keer. En dan zie je al van, hey, ben ik wat verbeterd of niet? Of ja. Dus in die zin is het best een prima leidraad, denk ik, voor mensen die zich willen verbeteren. Hier noem je wel iets belangrijks. Ja. Die website is open en gratis. Ik heb voordat we jou gingen zoomen, Guido, nog even tegen onze kijkers en luisteraars geroepen. Guido Vroemer is geen adverteerder, dus wij zijn ook kritisch. Dan wil ik toch even weten, wat is hier het verdienmodel? Ja. Waar maak jij een gratis website waar ik dit kan doen? Ja, ik heb de website niet gebouwd. Dat heeft Marco allemaal voor zijn rekening genomen. Die is daar veel beter en handiger in. Dat zie je ook wel. Ja. Maar wij willen eigenlijk onze kennis, die we eigenlijk, dit was een gezamenlijk project tussen van Marco en ik. En we hebben onze kennis gebundeld daar. En een mooi artikel, 2 artikelen over geschreven. Dat wil je dan ook ergens neerzetten, zodat mensen daar gebruik van kunnen maken. Aha. En uiteindelijk, wat hebben wij daaraan? Nou ja, als jullie of anderen kijken erop en die daar staat, hè, wij hebben dat ontwikkeld, dan komt er altijd wel weer wat uit. Ja, exact. Uiteindelijk, als ik echt wil gaan trainen, dan bel ik hopelijk Guido Vroom. Maar dat vind ik belangrijk om even goed te snappen. Precies. En ook voor onze kijkers en luisteraars. Het is gewoon een gratis tool dus. Kun zeker, je eigen data en vermogen neerzetten. Ja. En er zit geen addertje onder het gras. Nee. Cool. Nee, helemaal niks. Ik moet bekennen, slechte voorbereiding. Maar dit had ik helemaal niet door toen we aan deze aflevering begonnen. Ik denk dat we gaan een tool van Guido zitten pluggen. Kunnen we dat wel maken? Ik denk dat Gerrit morgen bij je langs komt voor dat wiel van je. Of gewoon een vermogen. Ja, ik zei ook, ik was echt ziek van dat hij mij niet heeft gebeld afgelopen weekend toen hij dit met je ging doen. Want ik wil hem natuurlijk wel even verslaan. Maar als ik zo dat grafiekje zie. Het is mijn spinnenweb. Moet lukken. Dat moet lukken. Ja. Leuk. Hey, maar laatste vraag denk ik. Want het is eigenlijk een beetje hetzelfde als met hardlopen volgens mij. Waar je ook met op de x-as zeg maar, horizontale als je tijdsduur en dan op de y-as dan je snelheid. Hè? Dus dat je bij korte inspanningen harder loopt dan bij lange. Ja. Dat je daar ook eigenlijk zo'n curve naar krijgt die op een gegeven moment vlak gaat lopen. Hè? Ja. Dus dit kun je eigenlijk met hardlopen ook gewoon doen. Hè? Alleen dan moet je wel, denk ik, omstandigheden zijn dan wel belangrijk. Een beetje een goede vlakke weg. En is het vergelijkbaar op die manier? Klopt, dan moet je wel zo'n stride hebben. Zo'n vermogensmeter om je. Maar je kunt dat soort. Ja, globaal kun je het ook nog wel met snelheid omrekenen. Maar dan wordt het wel heel technisch en ingewikkeld. Je ziet wel dat je bij hardlopen moet je zeg maar de 5 seconden sprints en zo. Dat is bij hardlopen eigenlijk, op de manier zoals we nu vermogen meten, is dat niet te doen. Hmm. Nee, oké. Je kunt, omdat je bij fietsen echt kracht meet en bij hardlopen is dat een schatting, zijn die hele korte intervallen eigenlijk niet, dat werkt niet. Onbetrouwbaar. Ja, je kunt beter zeg maar bij hardlopen 1 minuut, 2 minuten. Dat is al goed te doen. Ja. En ook een wat langere, 10 minuten.
dan als je, nou ja, dan hoef je eigenlijk als je in die tijdsperiode een testje doet, dan kom je al aardig goed uit en dan weet je al goed hoe je kritieke, nou ja, critical power eigenlijk is. Ja. Mooi. Ja. Hey, en dat is hardlopen. Toch nog een laatste vraag over fietsen. Even terug. Guido, heb je nog een paar belangrijke tips? Jurgen Zouwe, je moet eigenlijk niet al die testjes op al die intervalduur op dezelfde dag doen en in één keer. Ja, nou, heeft hij zichzelf in de vingers gesneden. Je moet het dus eigenlijk een keer vlak doen en een keer het liefst op geaccentueerd terrein. Nog andere belangrijke tips als ik met mijn vermogensmeter, die ik niet heb, maar ik spreek nu even namens de anonieme kijker of luisteraar, dit wil gaan doen en dit op jullie website wil gaan uploaden? Nou ja, je moet, als je het een keer gedaan hebt, hè, dan kun je, er staat inderdaad een verkorte versie op. Die heeft Jurgen gedaan en die heeft, Marco kwam daarmee bij mij op de proppen en die zei van, ja, we moeten ook wel een verkorte versie van mensen die geen 2 dagen eraan willen besteden. Ik zeg, ja, maar dan ga je wel weer inboeten aan kwaliteit, weet je. Als je alles in 1 dag wil doen, dan ga je op een gegeven moment zijn die lui na 2 heftig zware testen, die derde denkt ze, man, ik ben helemaal kapot, man, ik kan helemaal niet meer. Ja. Dus dat werkt niet zo goed. Dus als je het goed wil doen, moet je gewoon kiezen voor het protocol met 2 dagen, waar dan 2 dagen ook tussenin zitten dat je rust hebt. En het dan eigenlijk gewoon om de, nou weet je, 6 weken, 8 weken structureel in je training invoeren en dan herhalen. Ja. En dan kun je echt mooie progressie zien en kijken of je accent kan. Ja, dan kun je jezelf wel monitoren en kijken, ah, kijk, tegenwoordig met iedereen die indoor trainers heeft en op Zwift zit en de Tax en de Wahoo, dat werkt echt super goed daarmee en daar kun je echt heel goed die testen op uitvoeren. Je zit altijd op dezelfde fiets, altijd dezelfde omstandigheden binnen. Prima. Ja. Maar wacht even, ik wil afronden, maar nu breng je me even in verwarring. Want Guido, als ik op een indoor trainer zit, heb ik toch niet een speed profile? Dat is dan toch kunstmatig? Ja. Ja, maar die speed die uit de test wordt niet, die Jurgen heeft gehaald, die gebruiken we niet. Ah. Maar het vermogen wat hij heeft geleverd, dat zet je om dat naar gebruiken speed. We wel. En dat zetten we dan om met zijn lengte-gewicht-profiel. Ja. Naar de CDA-waarde die hij zou kunnen halen. En misschien kan hij nog wel minder, ook wel, misschien wel slechter. Ja. Maar zo tellen we dat mee. Ah, ja. Dus de snelheid in het profiel is een berekende waarde. En je gebruikt niet de actuele snelheid die hij gehaald heeft bij een bepaald vorm. De formule die daarachter zit is eigenlijk dezelfde formule als uit mijn boek, Het Geheim van Wielrennen, waar we alles mee hebben berekend. Heb je ook een boek geschreven, Guido? Ja, heb je alleen leuk? Jij ook? Ja, ik ook. Jurgen ook schijnt. Maakbaar uur. Ja. Jeetje, wat een stel wijze mannen bij elkaar. Hoe origineel, hè? Hey, goed. Volgens mij hebben we hem, denk ik, toch? Alles wat we moeten weten, behalve de website, die moeten we nog een keer heel goed zetten. Staat natuurlijk in de show notes, maar powerspeedprofile.com. Ja. Klinkt behoorlijk internationaal. Zit er eigenlijk veel internationaal gebruik ook, Guido? Doet hij het een beetje lekker, de site? Volgens Marco wel, want hij heeft ook al die dingen natuurlijk, die weet hij meer dan ik. Hij houdt het allemaal bij. Ja. En we hebben ook de artikelen op ResearchGate gezet en zo. En daar zie ik wel van in dat blijft maar doorgaan. Hè? Mensen die het interessant vinden om dat te lezen en die gaan daarna ook alweer kijken op de website. En denken, dat ga ik eens uitproberen. Ja. Leuk. Nou, ik had het nog nooit gehoord. Eigenlijk zou het het mooiste zijn dan, we hebben nu dan, je kunt dat invullen, dat heeft Jurgen ook gedaan. Als we daarachter een soort database zouden kunnen hangen, als iedereen die dat gewoon in heeft gevuld, en daar hoeft geen naam bij, maar gewoon zijn profieletje. En dat, als je al die dingen gaat verzamelen. Ja. Nou, een beetje big data en artificial intelligence eroverheen en kijken wat je gaat vinden. Ja. Tof. Misschien onderzoek dus voor de toekomst. Nou, misschien een luisteraar die dan denkt, oh ja, dat kan ik wel. Daar wil ik want je weet dat we zo wil ik eindigen, Guido. Dan wil ik altijd een concrete oproep. Dus hier hebben we hem. Als jij nou handig bent met data, of je kent iemand die heel handig is met data, databases, misschien wel een beetje artificial intelligence, die gewoon nu helemaal begint te watertanden van de potentiële database die daar opgebouwd zou kunnen worden, reageer even. Dat kan op een aantal manieren. Via social media, @slimmerpodcast op Twitter en Instagram, of direct naar Guido via @sportarts op Twitter. Laat het ons weten en wellicht komt daar een mooie samenwerking verder uit.
Je kan ons ook op de website vinden, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook een pagina van deze aflevering en daar kun je ook onder reageren. Of je kan meteen even mailen naar post@slimmerpodcast.nl met jouw suggestie, tip of iemand die dat zou kunnen doen. En mocht je nog vragen hebben, specifiek aan Guido, over de PowerSpeed Profile of aan Jurgen, ja, over zijn deuk is ego. Ik zet hem wel op de show notes, mijn profiel. Hè? Ik kan een beetje tweaken, denk ik. Ja, kan dan kun je via dezelfde kanalen contact met ons opnemen. Uh-huh. En nou, tot slot, als je ons wil steunen, kan dat op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een reviewtje op Apple Podcast of via het Vriend van de Show platform. vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. Tot zover. Dankjewel weer, Guido. Dank je, Guido. Tot volgende week, Jurgen. Ja. Hoi. Hoi. Doei.